Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Ja en nee. Dames en heren, beste spelers, beste bestuursleden, beste voorzitter, beste gemeenteraadsleden, minister Van Deurzen en iedereen die hier aanwezig is. Dit is ongelooflijk. Wat vandaag gebeurt, is terug geschiedenis schrijven voor onze stad. En als in de mijnen iedereen zwart was, wat wel eens werd gezegd, dan is vandaag iedereen blauw-wit in Genk. En dat moeten we natuurlijk vieren. Als ik eens even terugkijk naar de geschiedenis van onze stad, dan is eigenlijk vanaf 1995 KRC in stijgende lijn aan het gaan. Ik geef er meteen ook mee dat onze schepen van sport, Luc Dullers, die nog altijd schepen is, ook in 1995 begonnen is als schepen. Of dat er iets mee te maken heeft, weet ik niet, maar het blijft wel een constante in de club. En als ik dan ga kijken naar de verschillende voorzitters, dan hebben ze eigenlijk allemaal hun eigen prijs mogen behalen. Ik denk aan Rémi Fagard, bekerwinnaar, 1998 en ook vicekampioen. Ik denk aan Gert Troonbeeks, 99 en 2000, kampioen en bekerwinnaar. Ik denk aan Jos Vaze, 2002, kampioen. En ik denk natuurlijk ook aan Harry Lemmes met de laatste bekerwinst die we hebben binnengehaald. Driemaal beker en vanaf vandaag ook driemaal kampioen. Goede vrienden, dames en heren, ik weet niet of u beseft dat wij vandaag bij de top 4 in België zijn gekomen. Als u na de Tweede Wereldoorlog kijkt welke clubs meer dan 2 keer landskampioen zijn geworden in België, dan waren er tot gisteren 3 clubs. Anderlecht, Standaard en Club Brugge. Vandaag is daar een 4e club bijgekomen die meer dan 2 keer landskampioen is geworden de laatste 60 jaar. En dat is Racing Genk. Dat is geschiedenis. Want uiteindelijk hebben we dat gepresteerd, de club, de spelers, op minder dan 15 jaar. En dat is ongelooflijk. Ik kijk ook even naar onze voorzitter, maar er is al veel over gezegd. Ik denk Herbert, een 4e voorzitter. Gisteren even bekeerd tot roker, heb ik gezien. Even bekeerd tot ultra. Maar ik denk dat dat u ook siert. Ik denk dat dat Herbert Houben is, die van een beetje afstand zijn club ongelooflijk leidt als voorzitter, maar een prachtige ploeg heeft van bestuursleden, van directie, van medewerkers, vrijwilligers, trainers en spelers. Een ploeg, Herbert, die sinds oktober 2009 door u in leiding is. We hebben dan onze beste transfer gehad op 4 december 2009. Dat was Frankie Verkouteren, onze trainer. Dat was denk ik wel de beste transfer die we gedaan hebben. En ikzelf ben dan burgemeester mogen worden op 18 december. Ik moet zeggen, Jeff Gabriel zei tegen mij gisteren, daar heb ik 15 jaar op moeten wachten. En ik heb het geluk, de eer om al zo snel mee te mogen vieren in onze prachtige stad als landskampioen. Ik kijk ook even naar Schepen Doren die in 2002 zei, wat dit betekent voor stad Genk is in geld niet uit te drukken. Die opbrengsten, dat kan je niet berekenen. Jos Vaze kwam 2 minuten later aan het woord en zei,
Geef mij een half uurtje en ik bereken u wat die opbrengsten zijn en wat de stad kan bijdragen om die nog beter te maken. Wel, Jos, ik heb mij de laatste dagen gepijnigd over die berekening. Ik ben eens gaan tellen in hoeveel minuten we gespeeld hebben. Een magisch getal trouwens, u weet, we hebben dit seizoen 3600 minuten gespeeld. 40 matchen aan 90 minuten. Ik denk, dat zegt alweer heel veel, want dat is natuurlijk ook Genk. En ik ben er nog eens gaan kijken naar wat we allemaal in rekening zouden kunnen brengen. Honderden pagina's in de kranten, mediaruimte, Jos, maar ook onze KRC-mayonaise, ook KRC-menu's en vooral de verbondenheid van alle Genkenaren, de trotsheid en de fierheid op Racing Genk. Ik kom tot dezelfde conclusie als Michael Doren. Ik kan het nog altijd niet berekenen wat de opbrengsten zijn. Dus Jos, als je eens een half uurtje hebt, dan gaan we eens aan tafel zitten om te kijken hoe we dat kunnen regelen. Goede vrienden, dames en heren, ik denk dat we een bijzondere proficiat mogen wensen aan al de spelers. Ze hebben dat schitterend gedaan, ze hebben dat ongelooflijk gedaan en ik ga natuurlijk niet iedereen kunnen opnoemen, maar ik zou het wel bijzonder graag doen om dat ook iedereen proficiat te wensen. In eerste instantie Frankie Verkouteren en zijn hele staf, maar ook Pierre Denier, die ook zowat de constante waarde is in onze ploeg. Die, ik denk, zoveel zaken heeft meegemaakt, maar die al de drie de landskampioenschappen heeft meegemaakt en ook de bekerwinnaars. Dat is ongelooflijk. En dan natuurlijk onze topschutters in de voetbal. Jelle Vossen, Marvin, Oegunjimi en Barda. Samen goed, dames en heren, voor 49 doelpunten. 49 doelpunten. Jelle mag dan wel geen topschutter zijn geworden, maar uiteindelijk is hij dat voor ons alvast wel. Hij is een van de kampioenen van Genk. En ik ben ook bijzonder verheugd dat we weer kans maken op een andere prijs, want op 22 mei wordt de profvoetballer bekendgemaakt en Jelle Vossen is een van de genomineerden, als ook Thibaut Courtois. En als ook Frankie Verkouteren. En ik denk dat dat weer een prachtig feest kan worden. Want als we eerlijk zijn, is het duidelijk wie die profvoetballer, doelman van het jaar en trainer van het jaar moet worden. Goede vrienden, dames en heren. Als ik dan kijk naar het doelpunt van gisteren. Naar Kevin De Bruyne, die blijkbaar gisteren, heb ik mij laten vertellen, met een hersenschudding heeft uitgespeeld. Je ziet wat het spirit was van de ploeg. Ongelooflijk. En dan natuurlijk ook Courtois. Onze doelman met onze keeperstrainer Guy Martens. Ik denk dat ze wonderen hebben verricht als ik gisteren op de radio hoorde wat er allemaal is over gezegd. Dit is magnifiek, dit is Genk en dit is ongelooflijk, maar onbetaalbaar. Dames en heren, ik wil eindigen met enkele woorden die ik gisteren las op de t-shirts. Mine for talent, aim for gold. En dat, dames en heren, is wat KRC zo mooi maakt. Ontgin uw eigen talenten. Koester uw eigen talenten, maar mik, streef naar het goud. En dat hebben we hier gedaan. En ik denk dat dat ook de maatschappelijke waarde is van KRC Genk, waar ik bijzonder dankbaar voor ben dat dat ook meespeelt. Een schitterende jeugdwerking. Prachtig dat er zoveel spelers uit die jeugdwerking gekomen zijn. Maar ook linken naar Open Stadion, naar die voetbalgemeenschap die we in ons hart dragen. Wel, als KRC dat kan doen, dan zijn ze ook maatschappelijk verantwoord bezig. En dat is ongelooflijk, maar prachtig. Goede vrienden, dames en heren. KRC Genk is weer sexy, las ik in een van de kranten. En dat vond ik een hele mooie titel om ook te eindigen. Want laat ons eerlijk zijn, wat we vandaag meemaken is ongelooflijk. En in naam van alle Genkenaren dank ik iedereen die daar heeft aan meegeholpen. En wens ik iedereen een schitterend feest toe, een prachtige dag, maar vooral ook heel veel genieten van alle Genkenaren en op naar het volgende seizoen. Leve Genk, maar leve Racing Genk vandaag. Proficiat! Ik hoop dat ze ergens een plaatje gaan krijgen bij u in de club. We hadden er geen ander, dus dat was de enige die we gemaakt hadden. Zo gaat dat natuurlijk.